Chandrika Prasad Santokhi en Ronnie Brunswijk zijn vandaag in een bijzondere openbare vergadering gekozen tot respectievelijk president en vicepresident. De vergadering is bijgewoond door alle fracties, waardoor er meer dan de 34 vereiste leden aanwezig waren. De vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Charman, zegt dat met deze verkiezing het voorbeeld is van de tolerantie en harmonie in onze samenleving. Volgens hem zal de nieuwe regering geschiedenis schrijven met Santokhi als president en Brunswijk als vicepresident. Dit bevestigt volgens de vicevoorzitter ook onze mondiale status, waarbij we dienen als toonbeeld van een multi-etnische tolerante samenleving. Van deze plek uit spreek ik de hoop uit dat na 5 jaren met recht gezegd kan worden dat u beiden aan het hoofd van uw nog te vormen deskundig regeerteam een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het weer op spoor brengen van dit mooie land. Wij zijn ons bewust dat dit geen makkelijke opgave is, dat de nodige hobbels en sibibussies nog overwonnen zullen moeten worden. Maar voelt u zich vooral gesterkt door het overweldigend vertrouwen dat het Surinaams volk in u heeft uitgesproken op 25 mei 2020. Met de inzet van elke Surinamer, u beiden aan het stuur, uw deskundig regeerteam en een ieder die het meent met ons geliefd Suriname, gaan wij samen een nieuw tijdperk tegemoet dat het leven in Suriname weer een waar genoegen mag zijn en de bevolking weer in welzijn en welvaart harmonieus en saamhorig in eenheid met elkaar kan leven en samenwonen. President Desiree Bouterse zei in zijn felicitatieboodschap dat leiding geven aan het land geen makkelijke taak zal zijn. Echter gelooft hij dat als ieder zijn schouders onder het werk zet, deze taak wel te vervullen zal zijn. We wensen niet alleen maar heel veel sterkte toe, Gods rijkse zegen en zoals de heer Gaidin zei, het nieuwe seizoen en dat de leidraad, zoals dat verwoord is door enkele sprekers, vanaf de voorzitter tot iedereen die eigenlijk gesproken heeft, als dat de leidraad wordt, blijft, dan zie ik een goed begin en zelf een goede afronding van het geheel. Nogmaals, por in auroko, krakti, weet, als u me nodig hebt, weet u mij te vinden. President Desiree Bouterse. Hij sprak vanmorgen na de verkiezing van de nieuwe president en vicepresident. Chandrika Prasad is de nieuwe president-elect en Brunswijk de vicepresident-elect.